Goedendag allemaal, mijn naam is Paul Buitink en vandaag praat ik met Niloufer Gundogan, nummer 2 kandidaat voor de relatief nieuwe pan-Europese en pro-Europese politieke partij Volt. En dat is voor mij heel verfrissend, want ik heb reeds de nodige eurosceptici gesproken. We gaan praten over hoe Volt Europa wil verbinden of verenigen. En specifiek, omdat mijn interesse daar vooral ligt, of de euro nog te redden of te hervormen is. Hoi Niloufer, welkom. Dankjewel, Paul. Ik moet even publiek excuses aanbieden, want we hebben het vorige week ook opgenomen. Alleen toen heb ik een technische fout gemaakt en was de opname niet goed. Dus dank dat je nog een keer tijd vrij wil maken voor mij. You're welcome, want de vorige keer was het in het Engels ook. Ook nog eens, ja. Ja. We besloten het niet in het Nederlands te doen. Ja. Maar ja, allebei kan. Ja. Ja. Laten we beginnen met de euro. Denk je dat de euro in zijn huidige vorm houdbaar is? In zijn huidige vorm, nee. En hoe zou jij het dan veranderen? Nou, ik denk dat wat de euro nodig heeft om te beginnen, is dat we op een andere manier gewoon naar de economie van Europa moeten kijken. Ik denk dat op dit moment, wanneer de eurozone ter sprake wordt gebracht, vooral de begroting van de landen en de staatsschuld wordt besproken. Maar niet de economische groei, niet werkloosheid. Dat zijn wat mij betreft veel belangrijkere variabelen om op te sturen en in de gaten te houden. En dat is sinds de invoering van de euro niet gedaan. En je ziet dat sinds de invoering van de euro ook in Nederland, want wij wanen onszelf gewoon bijzonder rijk. We hebben een handelsoverschot en dat heeft heel veel reden omdat de euro voor ons betrekkelijk goedkoop is. En dat gaat ten koste van de zuidelijke landen. Dus we hebben met elkaar een systeem opgetuigd waarbij we eigenlijk de munt niet nog hadden moeten invoeren. We hadden veel meer eigenlijk een Europese harmonie op economisch niveau moeten hebben en dan pas een munt invoeren. Maar we hebben het andersom gedaan. En dan kan je twee manieren kijken. Het glas is half vol of het glas is half leeg. Ik denk dat de analyse die de mensen aan de kritische kant, de eurosceptische kant, die deel ik grotendeels. Alleen de oplossingen ben ik uiteraard lid van een partij die progressief en optimistisch in het leven staat. Wij denken gewoon graag in termen van oplossingen. En dus ik ook. Ja, want eigenlijk wat je ook al aangaf, de kritiek op de euro's is redelijk breed. Zowel aan de kant van de mensen die het liefst morgen nog mee willen stoppen, maar ook aan de kant van de mensen die het liefst willen dat hij gaat slagen en dat hij daarom hervormd moet worden. Jozef Stiglitz, ik weet dat jij dat boek ook gelezen hebt over de eurocrisis, die geeft ook aan, ja, het is onhoudbaar en we moeten zelfs denken over een scheiding, maar laten we proberen om het toch te redden door toch die fiscale unie bijvoorbeeld na te streven en eurobonds en een meer federaal Europa. Ook natuurlijk Klaas Knot, die staat zo in een wedstrijd en denk veel mensen in Brussel ook. Maar binnen Nederland zijn er weinig partijen die het zo omarmen, dat gedachtegoed. Eigenlijk Volt is de enige die daar heel erg open en duidelijk over is. En daarmee zijn jullie denk ik wel een interessante aanvulling op het Nederlandse politieke bestel. Waarom denk je dat veel middenpartijen in Nederland geen kleur durven te bekennen? Ik denk dat het, ja, dat is een invulling, een aanname. Vind ik altijd een beetje tricky om te doen, omdat ik natuurlijk niet zeker weet of dat het is. Kijk, de VVD was betrokken bij de invoering van de euro. Het is onder zalm geweest dat het Maastricht-verdrag is getekend. En toen destijds waren al heel veel vooraanstaande economen die zeiden, doe dit niet. Daar is niet naar geluisterd. Er is gewoon redelijk oren dichtgegooid en doorgegaan. Dus daar zou je kunnen zeggen, nou, dan kom je altijd weer uit, net zoals met heel veel kwesties, dat er gewoon dan naar de schuldige wordt gewezen en de VVD heeft geen zin om hierin, denk ik, gewoon als schuldige te worden aangewezen. En dan heb je, denk ik, een aantal partijen die gewoon inmiddels gewoon hun hele bestaan gewoon hebben gekoppeld aan Europa, maar wel met één clausule, met taboe om kritiek te hebben op Europa. En dan denk ik met name gewoon aan D66. Maar ook PvdA en GroenLinks, die weigeren ook toch echt wel gewoon hardop kritiek te uiten. Ik denk dat die kritiekweigering, dat gewoon zich vertaalt ook in het niet agenderen van wat niet goed gaat met de euro en de eurozone. Ik denk dat daar, maar nogmaals, ik weet het niet. Ik heb niet gesproken met hen. Dus het is een aanname die ik maak op basis van alles wat ik tot nu toe in kranten en in boeken heb gelezen en hoe de partijen tot nu toe gewoon hebben gereageerd op de euro en de eurozone.
Wat zou jij dan concreet willen voorstellen als hervormingen binnen Europa, binnen de eurozone, om die munt wel houdbaar te maken? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om in ieder geval een aantal aanbevelingen sowieso in te gaan voeren, zoals een gezamenlijk depositostelsel en dat gewoon afmaken, de bankenunie afmaken, de onderwerping van de banken en de marges die daar liggen, op dat opnieuw op, tegen daglicht aan te houden. We hebben bijvoorbeeld iemand van Volt en die vertelde mij dat die werkt bij de DNB, dat de reserves die nu in de banken gewoon aanwezig zijn. Nou, wel erg aan de krappe kant zijn. En er is geprobeerd om dat percentage omhoog te gooien. Ik pin me er even niet op vast wat dat nu op dit moment exact is. Maar daar zijn destijds de banken opnieuw zelf over gaan lobbyen om het bedrag gewoon dat aanwezig moet zijn. Ik kom even niet op de juiste term. Om dat dan weer gewoon toch weer te verlagen. De kapitaalseis En of ja, weet je, er is altijd gewoon weer lobby dat gewoon eigenlijk torrent aan de veiligheidsmarges om bij een financiële crisis gewoon voldoende buffers te hebben om overeind te blijven. En daardoor creëer je een broos systeem. Dat is één aspect in ieder geval. Het andere aspect, en dat is een aspect dat mij persoonlijk nog meer raakt, is dat wij onvoldoende werk maken van de economische groei en van werkloosheid, en met name jeugdwerkloosheid. Dus dat zijn twee onderwerpen die mij enorm aan het hart gaan. Van waarom bespreken wij zowel in het Europees, maar ook in de nationale parlement onvoldoende de economische groei. Kijk, wij hebben niet zo'n last van werkloosheid zelf, maar we hebben wel indirect last van de werkloosheid elders in Europa, omdat Europa, wij verdienen gigantisch aan Europa. We zijn een exportland, waren we altijd al, zijn we alleen nog maar makkelijker geworden voor ons met open grenzen en één munt. Maar als Grieken en Spanjaarden en vooral hun jeugd langdurig werkloos blijft, dan is dat onze afzetmarkt die opdroogt. Dus ook al geef je niks om die mensen, dan nog ben je uiteindelijk je eigen markt gewoon kleiner aan het maken, omdat een deel niet meer mee kan spenderen. Ja, maar goed, als je dat argument volgt, dan zou je natuurlijk iedereen in de wereld wel geld kunnen geven om vervolgens, dat ze vervolgens bij je gaan importeren. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Griekenland of Spanje of landen binnen Europa. Nou, ik vind het bestrijden van werkloosheid vind ik wel wat anders dan gewoon geld geven. Dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon, ja, als ik jou geld geef, dan kan je het opmaken en van alles en nog wat je wil. Maar als ik gewoon bijvoorbeeld ervoor zorg dat er een nieuwe economie ontstaat, die bijvoorbeeld duurzame energie opwekt, dan creëer je werkplaatsen en dan creëer je los van ook het economische bijdrage aan BNP, dat mensen het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Ik denk dat een heel belangrijk aspect, in ieder geval voor mij, en wat ik vaak ook teruglees bij anderen en ook hoor van vrienden, is het gevoel dat je iets bijdraagt. En dat lijkt me gewoon zo vreselijk dat je bijvoorbeeld nu 24 bent en echt al 4 jaar werkloos bent, gewoon, en gewoon zoiets hebt van ja, maar ik had de bedoeling om als verpleegkundige te werken. En er is Maar gewoon geen werk. zou je dan willen dat de landen in Zuid-Europa meer budgettaire ruimte krijgen om die investeringen te doen waar je het over hebt? Ja, want er is bijvoorbeeld, dat zie je bijvoorbeeld in Griekenland, dat zie je ook in Italië, juist door die rigiditeit van de normen gewoon om niet die 3% tekort te hebben, dat de broodnodige investeringen achterwege blijven en dat die vooral gewoon zijn gekort op onderwijs. En onderwijs is juist de plek dat gewoon nu een kostenpost is en met termijn rendeert. Bas Jacobs en Mirjam van Praag hebben poos geleden gewoon geschreven dat in Nederland althans onderwijs een rendement heeft ongeveer van 8%. Dat zullen natuurlijk fluctuaties in zitten. Per onderwijssector zal het wel iets anders liggen. Maar ik denk dat het gemiddelde, dat zullen ze wel gewoon echt hebben doorgerekend op een wat langere periode over al het onderwijs in Nederland. Ik ma maak even de aanname, heel duidelijk aanname, dat dat voor veel landen gewoon geldt in Europa. Dat het om en nabij dat bedrag is. Maar als je het nu niet hebt en je mag het ook niet lenen om het uit te geven, dan zie je dat rendement ook niet over 15 jaar terug. En dat zou heel erg spijtig zijn dat die rigiditeit van begroting een rendement op termijn eigenlijk gewoon voorkomt. En daar zou Maar ik die voor zeggen. rigiditeit is er dan niet qua schuldquote en eigenlijk ook qua begrotingstekort. Als je kijkt naar de begrotingstekorten van de verschillende euroleden afgelopen jaar, waren die natuurlijk ver boven de 3%. En ook in het verleden hebben we dat eerder gezien. En sowieso is de schuldquote veel hoger dan 60% wat toegestaan is in bijna alle landen in de eurozone. Dus die rigiditeit blijkt toch niet daaruit.
Nee, dat klopt. Daar heb jij gelijk in. Daar heeft Nederland in het begin zich ook niet altijd keurig aan gehouden. Maar het zorgt er wel voor dat er een bepaalde mores zit in het debat, dat uitgaven eigenlijk allemaal één etiket krijgen. Namelijk allemaal uitgaven. Terwijl ik denk, er zijn twee typen uitgaven. Uitgaven, punt. En uitgaven die gewoon op termijn gewoon of iets opleveren, dus echt een rendement hebben, of een besparing veroorzaken. En ik vind dat in die tweede categorie, daar moet je denk ik anders mee omgaan, omdat die in 4 jaar inderdaad op de balans een tekort kunnen leveren en misschien een fors tekort, maar op termijn zullen ze je als economie weerbaarder maken. En ik denk dat er genoeg dingen zijn waar we over na kunnen denken om op die manier gewoon onze economie gewoon tegenaan te gaan houden. Ja, En maar je pleit in dat licht ook voor een sanering van schulden, toch? En ik kan me voorstellen dat als je Zuid-Europa de kans zou geven om meer te investeren en de begrotingstekorten te laten oplopen, dan zou je eerst wat moeten doen aan die enorme schuldenlast die ze hebben, want anders wordt die schuldenlast alleen maar groter. ja, ik. Tenzij natuurlijk het gaat doen via dat EU-herstelfonds, hè, want Italië krijgt bijvoorbeeld 200 miljard extra nu uit het herstelfonds, ook om te investeren in de dingen die jij noemt. Maar het leidt wel tot een verdere toename tot een bepaalde hoogte van hun schuldquotes. Dus je noemt in je partijprogramma ook dat je daar iets aan wil doen. Hoe zie je dat voor je dan? Hoe zie je die schuldensanering voor je? Nou, vooral een deel herstructureren en een deel gewoon accepteren, dat moet je gewoon kwijtschelden. Kijk, in het geval van Italië is geloof ik 80% van de schulden is in Italiaanse handen. Dus dat kan je nog redelijk makkelijk gewoon ook herstructureren. Dat zouden de Italianen ook met de juiste hervormingen, juist op vermogen. Want telt, toen wij toestonden dat Italië ook lid mocht worden van de eurozone, toen wisten we al dat Italië meer dan 100% aan schuld had staan. En dat was al zo ver van 60% verwijderd. Dat was ook een van de kritieken die werd geleverd. Laat dat land nu nog niet binnenkomen. Laat er gewoon voor zorgen dat ze gewoon verder hun economie moderniseren en iets aan die schulden gaan doen. Want anders zou dat nog wel eens een keer de zwakste schakel kunnen gaan worden. Ja, het is een Niet alleen ergernis. ligt. Ja. Maar dat was Ja. een vriend van mij wel over eens, dat het niet had moeten gebeuren op die manier. Griekenland, Italië, Ja. die niet op dat moment bij de eurozone gemoeten. Alleen ja, nu hebben we die erfenis, nu zitten we ermee. En nu zeg jij, Ja. oké, nu moeten we het gewoon aanpakken. Schulden saneren, die landen uit de crisis laten groeien. Wat op zich heel nobel klinkt. Maar er zijn denk ik talloze mensen in Nederland die ook heel veel schulden hebben, die ook werkloos zijn, die nu als gevolg van corona al maandenlang wellicht hun winkel dicht hebben. En ik kan me voorstellen dat als ze jou horen, dat ze dan wel, dat het wel, dat ze daarvan gaan rillen. Dat ze denken, wacht eens eventjes, Nederland heeft maar een relatief beperkte schuld. En wij geven dan het Zuiden een nog grotere kans om die schuld op te bouwen. Dat gaat wringen, denk ik. Daar ga je denk ik geen harten mee winnen binnen die groep, kan me voorstellen. Nou, misschien niet, maar het is wel het bijzondere is dat ik bijvoorbeeld met progressieve VVD'ers heb gesproken. En dat is toch niet bepaald de partij die in eerste instantie zegt, laten we de schuld maar oplopen. Maar dan vervolgens, als ze dan de plannen van Volt gewoon nou, op basis daarvan gewoon gaan praten, dat ze dan zeggen, nou, het makes sense. Want het is niet dat wij gewoon zeggen van, oh, hier heb je een carte blanche en gebruik de creditcard van de ECB, bij wijze van spreken maar, en leef je uit. Er zit wel echt een gedachte achter. De uitgaven moeten ertoe leiden dat de economie gaat groeien. En dat moet niet zomaar alleen maar zijn op basis dat het BNP in zijn totaliteit groeit. Uiteraard willen we dat ook. Maar het moet ook de transitie naar een groene economie en naar een breder welzijn gaan. Dus het moet ook betekenen dat de kwaliteit van leven omhoog gaat. En wij geloven ook bijvoorbeeld heel erg in dat op dit moment zien wij dus dat heel veel innovatie niet ten goede komt bij de arbeidsproductiviteit. Dat zouden we ook aan kunnen jagen, waardoor de productiviteit die al 40 jaar amper is gestegen, gewoon ook toeneemt. En daarmee ga je echt versnellen in de groei van je economie. En dat zijn ik denk dat je als overheid moet durven aan te wijzen, hier zitten gewoon echt kansen. Hier gaan wij gewoon echt iedereen die hier een bijdrage wil leveren, de juiste incentives bieden om daar ook aan bij te dragen. En alles andere wat wij eigenlijk gewoon gestaag afscheid van willen nemen, dat gaan we gewoon afbouwen in het financieel aantrekkelijk houden daarvan. Dus zodat
dat dat niet leidt dat direct de gewone man daar pijn van voelt, maar dat het goed wordt afgebouwd. En ik denk dat door die combinatie van het goede willen belonen, wat groen en ook welzijn betekent, maar ook groei aanjaagt, en het slechte gestaag minder aantrekkelijk te maken, dat die schulden, schulden zijn natuurlijk niet een absoluut bedrag. Of tenminste, ze zijn een absoluut bedrag, maar we kijken naar het relatieve bedrag. Dus als je economie harder groeit dan je schulden, dan is dat niet erg. Dat is de ene, dus die verhouding is veel belangrijker dan de totale uitgaven. En er is altijd een tijdsverloop tussen wat je nu uitgeeft en wanneer het weer gaat renderen. Dus, en dat is denk ik gewoon dat goed monitoren, dat je dus niet achteraf erachter komt dat wat je dacht dat een rendement zou opleveren, maar uiteindelijk een verliespost is geworden. Dat is denk ik veel meer het spannende. Ja, maar dan ga je er wel heel erg van uit dat de overheid de schepper van welvaart in de samenleving is. Je kunt natuurlijk ook meer een vrije marktbenadering hebben, waarbij je stelt dat het vooral bedrijven zijn die zorgen voor werkgelegenheid, die de investeringen doen, die de economie laten groeien. Kijk bijvoorbeeld naar hoe we in Nederland om zijn gegaan als overheid met biomassa-centrales, wat ook zogenaamd groene groei was, wat uiteindelijk een grote fars blijkt te zijn. Kijk naar hoe Brussel geld vaak aan hele verkeerde producten of projecten spendeert. Dus in Italië is men ook zelfs bang, de politie en mensen op hoog niveau, dat een groot stuk van die 2 miljard in de zakken van mafiosi zal vloeien. Je bent wel heel erg overtuigd van de capaciteiten van onze politici en met name ook nog eens in Brussel om dat geld zo te spenderen dat het ook daadwerkelijk leidt tot houdbare groei. Nou, dan vraag je me iets heel trickies, want ik ben het volledig met alles wat je zegt eens. En ik wil absoluut niet als een politica op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Maar waar ik wel in geloof is een gezonde symbiose tussen overheid en ondernemers. Dat je bijvoorbeeld wel zegt, we gaan als overheid, gaan wij bijvoorbeeld de eerste zoveel jaar geen winstbelasting en een lage vennootschapsbelasting gewoon hebben voor bedrijven die duurzame energie met zoveel productie daarvan ook weten te realiseren. Of dat je gewoon zegt, we geven bijvoorbeeld nu de transitie naar niet van het dier afkomstig vlees. Dus dat kan een petrischaal zijn, maar dat kan ook echt volledig plantaardige basis zijn. Dat gaan we aanjagen. Ik geloof meer dat de overheid een soort van een, hoe moet je zeggen, een richtingwijzer is. Maar kijk dan eens subsidies voor elektrische auto's in Nederland. Hoe daar gigantisch veel miljarden aan gespendeerd zijn zonder veel resultaat. Of de subsidies voor de biomassa-centrales. Het recente verleden heeft toch uitgewezen dat de overheid daar helemaal geen goede richtlijnen of richting voor uitgeeft? Ja, maar de overheid heeft ook bijvoorbeeld het feit dat we relatief snel een vaccin hebben gevonden voor COVID. Dat is het gevolg dat er gewoon jarenlang fundamenteel onderzoek is geweest naar allerlei virussen. En daar hebben we nu ook de vruchten van geplukt. En het feit dat we internet hebben is de Amerikaanse overheid die gewoon heel veel met NASA en DARPA onderzoek heeft gedaan. Gewoon juist om die communicatie te verbeteren. Dus iedereen is altijd super goed en kritisch op het feit wanneer de overheid dommige keuzes heeft gemaakt. En die zijn er, hoeven niet ingewikkeld over te doen. Maar het is ook vaak de overheid die vaak wel op de juiste plek zat. En wat de overheid vaak wel doet, en dat is ook iets wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen, vooral in zaken Big Pharma. Big Pharma heeft officieel wel een groot budget voor R&D, maar dat verdwijnt vooral in de D en niet in de R. Dus dat fundamentele onderzoek, het aanjagen daarvan, dat moet ze echt gewoon, dat doet vooral de overheid. Omdat het ook accepteert dat een deel van het fundamenteel onderzoek, wat de nieuwe economie de basis voor kan zijn, ook een deel afgeschreven wordt omdat het tot niks leidt. En er is niemand die daar dusdanig gewoon het lef voor heeft om die investeringen te maken als de overheid. Waar ik dan meer in geloof, is dat wanneer je die technologie of die kennis gaat commercialiseren, dat de overheid daar ook een prijs voor mag berekenen. Waardoor je gewoon veel meer de vruchten blijft plukken van die uitgaven in dat fundamenteel onderzoek wat je hebt gedaan. Dus ik zeg niet dat je als overheid op de stoel moet gaan zitten van de ondernemer. Ik vind wel dat als daar gewoon uiteindelijk, zoals bijvoorbeeld nu met dat vaccin gebeurt, ik had daar toch wel, daar had de overheid ook wel iets van mogen zien terugvloeien, zodat we al die nieuwe farmacie en epidemiologie studenten kunnen opleiden en
weer andere ziektes in de toekomst kunnen gaan bestrijden. Dat is meer het model waar ik aan zit te denken. Dat klinkt redelijk inderdaad, ja. Wat zeg je? Dat klinkt redelijk, ja. Ja, dat is meer het model waar ik aan zit te denken dan van op zijn communistisch met een 5-jaren plan en wij beslissen wel even hoeveel graan er wordt geproduceerd. Daar geloof ik niet in. Nee. Hey, nog even terugkomen op begrotingstekorten en schuld. Voordat de euro is natuurlijk gestoeld op de Duitse markt. Als je kijkt ook naar de begrotingstekorten en de schuldpositie. Dat was een model waar Duitsland zich comfortabel bij voelde. En onder die voorwaarden wilden ze natuurlijk ook de euro starten. En Nederland heeft ook een cultuur om daar blij mee te zijn. Kleine tekorten, kleine schuld. In Zuid-Europa daarentegen, voor de ingang van de euro, was men gewend aan inflatie en veel tekorten, hoge schulden. Is er niet een culturele mismatch tussen die twee economische modellen? Jij bent zelf ook, zo te horen, meer een voorstander van het Keynesianisme, het spenderen wanneer dat gepast is, maar wel in ieder geval een overheid die de groei kan aanjagen, terwijl... misschien is het wel ook wel niet compatible qua cultuur en moet je constateren, nou, dat gaan we ook niet meer, daar gaan we ook nooit één lijn in vinden. Is het dan misschien beter om, nu het nog enigszins wellicht zonder al te veel brokken kan scheiden, op een nette manier, laat de Noord-Europeanen hun eigen munt hebben en laat de Zuid-Europeanen hun eigen munt hebben, die dan met meer tekorten en meer schulden en meer inflatie, prima, maar ieder zo zijn eigen businessmodel, hoe je het wilt. Want ook als je kijkt naar de voorwaarden voor een optimale geldgebied, een optimale currency area, waar Robert Mundell in de jaren 60 onderzoek naar gedaan heeft, is het heel belangrijk dat er ook wel culturele eenheid is in zekere zin. En ik heb soms het idee dat dat gewoon niet matcht, dat wij een andere munt voorstaan dan mensen in Zuid-Europa. Ja, weet je, kijk, ik ben lid van Volt en ik spreek heel veel mensen uit Zuid-Europa. En ik hoor bij hen dezelfde opvattingen over economie en begrotingsdiscipline. Dus niet een creditcard die ongelimiteerd maar voor prularia mag worden gebruikt. Maar wel bijvoorbeeld voor fundamenteel onderzoek en het aanjagen van duurzame energie, et cetera. Dus ik zie in mijn praktijk, zie ik die culturele verschillen echt gewoon minimaal tot niet eigenlijk. Wat ik net ook zei, die kerel die bij de DNB werkt, bij die lid is van Volt, dat is een Italiaan. Dus weet je... Dus er zit wel een hoogopgeleide bubbel volgens mij. Je zit met veel academici, veel jonge, hoogopgeleide mensen en relatief wel, ja. Ja, dus, ja, maar het is wel is dat gewoon... Is dat wel representatief, denk je? Nee, dat is niet representatief, maar we bestaan natuurlijk pas 3 jaar en vaak komen ideeën gewoon, die gaan gewoon vaak bij mensen die ontvankelijk zijn voor ideeën en daar meer mee bezig zijn. Ik heb genoeg heel hoog opgeleide vrienden die hier helemaal niet mee bezig zijn, omdat het ook wat minder politieke junkies zijn. Dus het zit ook wel een beetje in een bepaalde hoek gewoon, waar dan zo'n idee snel vat. Maar ik zie gewoon bijvoorbeeld in de verandering van het ledenbestand van Volt, dat ook gewoon steeds breder in de samenleving aankomt. Maar om je vraag over cultuur. Kijk, ik denk wat er vooral gewoon nu ons als een modesteen om onze nek hangt, is die mythe van begroting en begrotingsfetischisme, zoals zelfs Stiglitz dat zelfs noemt. En ik denk dat wij van die begrotingsfetischisme, daar moeten we denk ik gewoon van af. En ik denk dat gewoon het verleden daarin hele goede momenten laat zien van welke recepten er goed hebben gewerkt. En ik denk dat Franklin Delano Roosevelt, die de grootste crisis al nog steeds volgens mij een verhouding ooit heeft plaatsgevonden van 29, de VS beter dan wie dan ook uit die crisis wist te trekken met zijn Green Deal, met adviezen die hij inderdaad van Keynes kreeg, dat daar nog steeds heel veel parallellen zitten die we op dit moment voor onze economie kunnen gebruiken. Maar we zijn het op een gegeven moment los gaan laten. En ik denk dat dat nieuw leven inblazen, daar zal heus wel ergens gewoon op een bepaald niveau iets cultureels zijn. En dat ik het niet zie of dat ik het weinig ervaar, betekent niet dat het er niet is. Alleen ik denk dat het niet het grote struikelblok is. Ik ervaar het absoluut niet zo. En ik denk dat gewoon heel veel economen die ik spreek dwars uit Volt Europa, die hebben redelijk hetzelfde idee als ik heb. Vandaar dat ook, en dat zag je ook in ons verkiezingsprogramma, er al die dingen in staan om die eurozone juist te adresseren. En dat wij juist daarin de enige partij zijn die dit adresseert.
En waar ik op hoop, want je hebt natuurlijk altijd massa nodig, dat wij als aanjager eigenlijk die heel veel middenpartijen die nu hun kaken stijf op elkaar houden en die weigeren om over de eurozone kleur te bekennen, dat we hen eigenlijk gewoon dwingen om kleur te bekennen. Wat willen jullie nou met de euro? Wat willen jullie ermee? Kijk, jullie hebben nu 1 zetel, hè, volgens de laatste peiling. Ik volg het op de voet. Jullie staan steady op 1 zetel. Ik hoop dat je op 2, want het komt dan kom je natuurlijk ook in de Kamer. Ik denk dat het erin zit, want volgens mij had je in 2019 bij de Europese verkiezingen, hadden jullie iets van 3% of zo? Iets minder, 2%. En dat zou 3 zetels hebben betekend als we dat nu ook halen, 2%. Ja. Ja, nee, ja, dat kijk, kleurbekennen is belangrijk. Maar denk jij dat het dan, is het niet zuiverder om dit dan voor te leggen, zeg maar dit als in verdere stappen maken ten aanzien van de integratie, om het voor te leggen aan het volk via een referendum waar andere partijen voor pleiten ook. Bijvoorbeeld FVD, Ja 21 en dat soort partijen pleiten heel duidelijk voor een referendum. Is dat iets wat ook bij jou leeft? Nee, want ik vind, ik zal, kijk, referenda werken denk ik heel goed wanneer het heel overzichtelijk is waar je ja en nee tegen zegt. En heel veel zaken in het leven zijn echt best wel complex gewoon. En daar moet je goed over nadenken. En dat binaire politiek maken van ja of nee, daar ben ik gewoon geen voorstander van. En ik ben heel blij dat ik bij een partij zit die daar geen voorstander van is. Waar wij veel meer in geloven is in burgerraden houden. Waardoor je mensen gewoon meeneemt en complexe keuzes gewoon voorlegt. En die dus, dat heeft Macron gedaan. Dat is ook in Ierland bijvoorbeeld rondom abortus gebeurd. Macron heeft dat met klimaat gedaan. Dan mocht de Franse bevolking werd steeds uit loting een steeds kleinere groep. En die hebben allemaal voorstellen gedaan om klimaatdoelen te gaan halen. En in Ierland zaten ze in een impasse rondom abortus. En dus uiteindelijk bij zo'n burgerraad is er gewoon een heel genuanceerd, mijn eerste stap in ieder geval richting openheid over abortus ontstaan. Ik denk als je mensen echt mee wil nemen, als je ziet dat het draagvlak in de samenleving ontbreekt, dan moet je niet naar platte instrumenten gaan. Dan moet je ze serieus nemen. En dan moet je ze serieus ook gewoon uitleggen wat de voor- en de nadelen zitten. Wat de communicerende vaten zijn, zodat mensen gewoon veel beter en wel overwogen keus maken. Want als mensen langer nadenken over de aanschaf van een auto dan over een referendum, dan versimplificeren wij als politici ook die keuze. En daar hebben wij, vind ik, een taak. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe je zo'n referendum inricht. Daar heb je natuurlijk allerlei smaken, varianten op om ervoor te zorgen dat mensen wel of meer een geïnformeerd besluit nemen. Maar uiteindelijk is het denk ik wel eerlijker dan hoe het nu gaat, waarbij Rutte zegt, nou ja, we doen niet aan eurobonds, die komen niet, maar vervolgens met het Next Generation Fonds, het coronafonds, zoals dat ook wel eens wordt genoemd, terwijl het weinig met corona te maken heeft, want het geld gaat vooral naar andere posten en uitgaven, dat geld wordt geleend deels voor 360 het hele bedrag wordt geleend door de Europese Commissie. En dat zijn gezamenlijke schulden die worden aangegaan namens de Europese Unie. Dus dat is de facto een eurobond. Maar dat wordt ontkend door de regering. En, en zo word je toch, zo krijg je als burger wel het gevoel dat je langzaam maar zeker ergens in wordt gerommeld. En dat klinkt altijd een beetje negatief, maar zo ervaar ik dat zelf ook wel. Dat is ook zo, Paul. Dat is absoluut waar. En dat is ook iets wat ik super kwalijk vind. Want wat het doet, is het torrent aan het vertrouwen wat er is. Want ik denk als het gewoon jou eerlijk in je gezicht wordt verteld van hey, dit is de situatie. It's choosing between the devil and the deep blue sea, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Het is een hele lastige ingewikkeld. En er is eigenlijk, maar we gaan voor de keuze die de minste schade betekent. Maar er is schade. Want jij denkt, stoppen met, als je nu stopt met de euro, je gaat wel door met heel veel andere samenwerkingsverbanden met de Europese Unie. Stel je stapt als Nederland uit de euro en je gaat wel door met de samenwerking met de EU, zoals Denemarken bijvoorbeeld, of Zweden. Is dat niet voor jou een optie? Want dan kun je focussen op de dingen die je goed samen kunt doen. Dus dan kun je kijken inderdaad naar grensbewaking of misschien de klimaatproblematiek aanpakken of dingen die grensoverschrijdende samenwerking verlangen of de interne handel, maar dan zonder die munt. Misschien dat je daarmee juist het geheel redt, omdat de munt blijkt nu een splijtswam van te zijn.
En Ja, ik weet niet of de munt een splijtswam is. Ik denk heel eerlijk dat de oneerlijkheid en de hypocrisie eerder een splijtswam is. Ik denk dat veel meer mensen gewoon goed in staat zijn om te begrijpen wat de complexiteit is rond de munt. En dat ze eigenlijk gewoon op de vooravond staan van twee noodzakelijke keuzes. Of we ontmantelen de euro. En dat zegt de SP bijvoorbeeld. Nou, dan kun je naar verschillende eurovormen gaan. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, Benelux plus Duitsland doet samen een munt, want die economieën zitten dicht tegen elkaar aan. Dat is een model. Ik zeg ook niet op voorbaat dat er absoluut niet over gesproken kan worden, zoals sommige politieke partijen. Ik vind, weet je, by all means necessary. Ik vind het belang van het project van de EU belangrijker dan het belang van het project van één munt. Laat ik dat voorop stellen. Alleen als het gaat over Denemarken, dat zit wel vast aan de euro. Dus het heeft wel de eigen Deense kroon, maar de valuta, de wisselkoers, is wel gewoon aan elkaar gekoppeld. Ja, maar niet de En schulden die zijn gemaakt binnen de EMU. niet de schulden, maar de monetaire vrijheid die Denemarken heeft, is ook zeer beperkt. Ja, maar wij staan in Nederland natuurlijk volgens de rekenkamer inmiddels voor 245 miljard euro garant. Niet allemaal binnen de euro, maar het gros daarvan wel. En En nogmaals, niemand weet dat met zekerheid. En dan kom ik terug aan wat ik aan het begin van de avond tegen je zei. Is het glas half vol of is het glas half leeg? Maar daar kunnen we, dit gesprek moeten we gewoon in het parlement ook voeren. En dat is waar mijn grote frustratie zit. Ik ben heel blij dat wij het voeren. Maar ik vind het gewoon onbegrijpelijk dat dit gesprek niet in de Kamer wordt gevoerd. Wat willen we ja, nou met de of dat de euro? overheid, het CPB, welke instelling dan ook, de rekenkamer precies gaat doorrekenen wat de financiële consequenties zijn van de verschillende alternatieven. Dus of Ja. we modderen het voort, of we gaan voor de volledige fiscale en federale integratie, of we gaan voor de euro, of we laten iedereen vrij en iedereen aan de bitcoin, bij wijze van spreken. Ja, maar ik sta open voor ieder gesprek. Alleen wat we nu aan het doen zijn, is een beetje in het duister tasten, omdat niemand dat exact weet. Ik vermoed wel dat iemand zoals Klaas Knot, aangezien hij, dat is toch niet een plek die je hebt bij de DNB om je behoorlijk politiek uit te laten, zich daar uitlaten, dat ze echt wel bij DNB een beeld hebben van wat dit zou betekenen voor Nederland. Ik denk wel dat daarom gewoon het project afmaken, economisch en financieel, maar ook politiek de beste keuze is. Politiek weet ik het eigenlijk wel zeker. En in die andere twee vermoed ik het met grote stelligheid. Met afmaken bedoel je dan ook dat we dus echt een volwaardige Europese regering hebben met ministers zoals we nu in Nederland Ja, hebben? dat is natuurlijk gewoon het beeld wat Volt voor de toekomst heeft. En daar moet je natuurlijk een verdragswijziging voor hebben. Dus dat zal echt niet. Ik maak daar wel eens grapjes over. Als ik dat mag meemaken, dan ben ik heel blij. Dan ga ik nog op mijn oude dag die fles champagne opentrekken. Dus Ach, ik je hou bent er nog jonge echt vrouw, rekening dat mee valt dat mee. dat nog best wel lang kan gaan duren. Maar je weet het niet. Misschien wordt Volt wel in een hele korte tijd in heel Europa heel groot. En dan is de politiek ziet er dan in één keer toch heel anders uit. Maar Gaan we allemaal Engels mijn. praten dan? Is dat de bedoeling? Nee, ik vind juist de diversiteit heel prettig. En ik vind juist ook wel aan de andere kant wel weer heel mooi dat ons onderwijs ons zo makkelijk naar elkaar toe heeft gebracht. Ik denk dat gewoon de mate, het aantal Europeanen dat nu makkelijk met elkaar gaan praten, groter is dan het ooit is geweest. Omdat juist dat Engels in alle landen gewoon een standaard tweede taal is geworden. Maar om even terug te komen om jouw eerdere vraag af te maken. Wij willen uiteindelijk een volwaardig Europees parlement, zoals wij dat ook inderdaad gewoon kennen, met name in de noordelijke Europese landen. Want dat is met name een parlementair stelsel. Frankrijk heeft natuurlijk een hybride stelsel, voornamelijk presidentieel met een parlement. Wij zien een parlement echt als de beste democratische vorm. En die moet ook direct kunnen worden verkozen, dus alle 750, dus zonder beperking van nationaliteit. Want nu mag je alleen op Nederlanders stemmen die voor jou in het Europees parlement willen komen. Dus als jij bij wijze van spreken zegt, ik vind die Italiaan die daar zit, bij die socialisten in Italië, ik noem maar even wat, zo'n ontzettende goede gozer, die snapt het echt, daar wil ik mijn stem op brengen, dat kan hij niet. En wat ons betreft is dat dus een waarlijk Europees parlementair stelsel. En die 750 hebben dan echt het mandaat om alles te mogen wat een echt parlement mag. En dat mag nu ook niet.
En de raad zit er als een soort van een groep van 27 stamhoofden ernaast. En dan heb je de commissie, die eigenlijk gewoon vlees nog vis is. Want het zijn niet de ministers, maar ze hebben wel heel veel bevoegdheden. Maar niemand kan ze eigenlijk echt wegsturen. Dus het is een compleet maf systeem, wat op deze manier in ieder geval haar houdbaarheid, denk ik, gewoon laat zien. Ja. En dus zowel degene die dit project af willen maken, als degene die het project gewoon willen begraven, zijn het in ieder geval op dit punt met elkaar eens. Ja. Maar ook hier geldt dat het grootste deel zwijgt erover. Nee, helder verhaal. Kijk, de houdbaarheid, daar is iedereen het inmiddels over eens. Die is er niet als we nu doorgaan. En Volt heeft duidelijk gekozen voor een andere oplossingsrichting dan veel andere partijen. En ik denk dat wij elkaar zeker kunnen vinden in het feit dat de middenpartijen kleur moeten gaan bekennen. Ik denk alleen dat deze verkiezingen zullen worden gedomineerd door alles wat met corona te maken heeft. Dus het moment zal er niet zijn, denk ik, deze keer. Dus wellicht moeten we nog weer 4 jaar wachten. Maar ik kijk in ieder geval uit om jullie te volgen, jullie ontwikkelingen. En ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Had jij nog iets anders wat je wilde toevoegen? Nee, dat het echt wederom leuk was om je te spreken. Dus laten we dit hopelijk ook na 17 maart doen. Want ik vind het wel prettig om gewoon scherp gehouden te worden. Dus je stelt goede vragen. Dus dankjewel. Ja, nee, graag gedaan. En tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer.